Ja, ruim 7 jaar geleden werd gevierd dat de firma Mulder 100 jaar bestond in 2014. Staat ook hier op sinds 1914. Maar eigenlijk is er nu weer een feestje, want het is 100 jaar geleden, op 21 januari 2022 was dat precies zo, dat ze hier aan het Zuiderdiep zitten. Hey Benno. Tom en Ingrid, wat ben je aan het doen? De ja, Voice of Holland? Het wordt weer een nieuwe etalage. De Voice of Holland, daar waren we mee bezig. Maar ik had een mooi concept, maar dat is afgekeurd door Ingrid. Dus nou moeten we maar wat actueler. Ik dacht Australian Open en het is altijd leuk om autoriteiten een beetje op de hak te nemen. Dus ik denk dat het dit wordt, zoiets. Hey Tom, hoe lang is het ook alweer geleden dat jullie, Ingrid en jij hier de zaak hebben overgenomen? Dat was in 2003 alweer. 2003? Ja, joh. Ja, ik weet dat uit die geschiedenis die ik toen heb uitgezocht voor jullie, dat het ooit hier ook de Noordstar was, de uitgeverij van toneelteksten. Ja, dat klopt. Dat er kostuums werden verhuurd. Ja. Ja, het was echt de winkel voor de theater. Ja, en op de hoogtijdagen heb jij ook op jouw site geschreven dat er man of 20 boven aan het werk waren, kostuums maken. Kostuums maken. Ja. Eigenlijk zou het nog even op zolder gefilmd moeten worden, hè? Want het is natuurlijk een gigantisch archief. En je hebt hier in de etalage al een paar van die mooie borden neergehangen. Ja, we dachten, je moet het toch een beetje rugbaarheid geven. Maar lagen die ook allemaal boven? Ja. Onze kledingafdeling. Politieuniform, stewardess, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Foute trainingspakken, vind ik zelf altijd heel grappig. Als ex-gymnastiekleraar zijnde. Zo liep ik er gewoon vroeger normaal bij. En dat vond ik eigenlijk best wel mooi. En nu sta je voor Jan Lul voor de klas. Hoe heet het? Indianen en cowboys. Glitter en glamour. Ook een revival van ABBA, dus dat gaat ook allemaal weer lopen. Je moet gewoon een goed aanbod hebben en vrolijkheid in de winkel. Als je chagrijnig in de winkel staat, dan denk ik ook van moet een ander vak gaan. Dat zit bij jou wel goed. Ik ben wel chagrijnig gewoon. En hier zaten ze dan in de tijd van Mulder vroeger kostuums te naaien en zo. Of ja, en boven misschien ook. Maar, Hutje-mutje. En hoe hoger je komt, hoe groter de rotzooi. Ik weet niet of je hier langs kunt. Oh. Lukt dat? We gaan hier langs. Ja, maar dan zie je gewoon, Tom, hoeveel jullie wel niet hebben. Ah, jongen. Het moet allemaal verkocht worden. Kom maar verder. Lukt dat? Nee, binnenkort gaan we hier serieus met de dingen, echt rubriceren, dingen weggooien. En er is ook wel de tijd voor. Hier liggen ontzettend oude dingen uit van de firma. Ik weet niet waar hierin zit. Nou, nummer 96. Nou, hier. Welkomstlied. Firma Mulder, gedempt Zuiderdiep. Er werden dus ook liederen verkocht. Toneelteksten. Van alles en nog wat. Je hebt daar een oude windmachine staan. Een hagelmachine. En een regenmachine. Ja, machines zijn er niet. Het is allemaal... En voor morgen voorspellen wij een hagelbui. Dat zou Pelleboer dan zeggen. Yeah. Maar dat is weer wat anders. Het is allemaal hout. Er zit helemaal niks op wat werkt. Oh, dit was nooit een echte telefoon geweest? Nee. Oh, nee. En volgens mij kon je die van afstand bedienen. En er zat zo'n technicus. Oh, dit was echt puur voor toneel. En de telefoon dan overgaat op het toneel. En dan ring. Oh. Oh man, fantastisch. Ik denk, dit zijn nog echte telefoons. Nee. Het zijn allemaal echt toneelattributen. Het is allemaal... het is helemaal nep. Tot ziens. Hoi.